Goedemiddag beste luisteraars en kijkers, hoe gaat het met jullie? Vandaag zijn we weer live in de studio van DTV Express, waar televisie kijken anders is, met een nieuwe aflevering van ons programma Headlines.sr. Vandaag hebben we 3 items voor jullie en onze eerste item die is enorme drukte bij ALV Veiligheidsbonden. Opkomstleerkrachten syndicaat teleurstellen en als laatst hebben wij Surinamer opgesloten in gevangenis Nigeria. We gaan meteen naar onze eerste item, die is enorme drukte bij AL veel veiligheidsbonden. Laten we gaan kijken naar onze eerste item. We waren initieel, dat was voor zeker een 4-5 maanden terug, waren we begonnen met 30%. Maar toen we dus merken dat men ons niet serieus nam, hebben we het dus dan aangepast naar 50%. Simpel ook vanwege het feit dat alles verder is gaan steken. Alle aanpassingen verder zijn doorgevoerd zonder rekening met ons te houden. Ondanks men weet, want er was ook een afspraak gemaakt dat wanneer die 2500 gegeven zou worden, men er van af zou zien om verdere aanpassingen door te voeren. En wat blijkt nu? Subsidies worden weggehaald, aanpassingen worden verder doorgevoerd. Dus het is meer dan binnen dat we dus nu geëist hebben dat we dan die overbruggingstoelage willen hebben van 50% op weg naar die 100% noodaanpassing. Want dat is wat we willen. Maar ja, dat is ook achter, maar je moet in elk geval een uitgangspunt hebben. Begrijp je? Dus wat we zullen doen, we kunnen altijd 7 september tijdens de meeting met de mensen, kunnen we ze aangeven, ja, dat we van weer vanaf zien van die 50% en dat we 60% willen. Op weg naar die aanpassing. Dus terwijl de gesprekken, terwijl we bezig zijn met gesprekken, willen we alvast die overbrugging te laten hebben. Want dat moet u dan meer zien als een soort drukstelling dat ze daadwerkelijk gaan uitvoeren wat ze hebben toegezegd. Zijn er meerdere vragen? Komt u even naar voren. We pakken ze aan volgens lijn. Maar dat nou wat takkie te pakken zijn volgens lijn, dat je op het dossier goed. Begrijpt u? Eerst, je verhoogt ze niet. Kijk naar onze salaris. Kijk naar uw salaris. Sap takkie, even een kies boem money, van mij olaya olifu kona roko, voor din a samenleving. Ik heb mijn abhuis, mijn vrouw gewelip me, omdat mijn mama permitte en dingen zijn, dat zijn dingen die al gebeuren. Ja. Mange pleeg zelf moord, toch? Omdat een man een kies van boon salaris.
zie? En daar heb je iets. Die taki. En dat is een jonge generatie het takieren. Dat is een oud generatie het bekken op. Een jonge generatie het takieren. Want hoe heer je? Wat is koroman? Wat zie je toch? Wat is het zo? Om de tuin. Die man is vergeten dat hij ook een Surinamer is. Je komt bij die berja. Ja mensen, de veiligheidsbonden willen 50% tot 60% loonsverhoging. Ze willen ook hun overbruggingstoelage krijgen, dat zeggen ze. Die ene meneer zei, als het ware, if amoni nosari if i ne verdien boon, i vrouw ook, gwelip you. De lijn staat nu open, u kunt WhatsApp bellen op het nummer 84-507. 84-507 om uw mening te geven of u kunt dat doen. U kunt het plaatsen in de comment box. De groetjes aan de mensen die pas binnen zijn gekomen. Bedankt voor het willen kiezen voor DTV Express, waar televisie kijken anders is. En dat u dit programma wilt volgen. Imro Fenry zegt, leg alles plat. Ja mensen, u kunt uw mening plaatsen in de comment box of u kunt WhatsApp bellen op het nummer 84-507. En dan gaan we meteen naar onze tweede item. Mensen, u kunt alsnog reageren op onze eerste item wanneer ik klaar ben. Maar we gaan voor nu over naar onze tweede item. Onze tweede item die gaat over de leerkrachten, opkomstleerkrachten syndicaat. Syndicaat teleurstellen. Gisteren moesten ze bijeenkomen voor een ALV, heb ik begrepen. Ook bij de veiligheidsbonden, hun hebben dat gedaan. Ze zijn op straat gegaan. Ze hebben de weg afgesloten gisteren op de hoek van de gemeente Landsweg. Maar bij de leerkrachten, afspraak Mickey, maar als het ware, ze zijn niet gaan opdagen. Laten we alvast gaan kijken naar onze tweede item en dan kunt u mening geven hierover. Ik kan niet zeggen dat het niet door is gegaan, maar ik kan ook niet zeggen dat het door is gegaan. Reden waarom? Ja. Er waren de mensen opgeroepen om 10 uur op het ABO-terrein te zijn, om de mensen een beetje in te lichten van de gang van zaken. Dat we niet stil zijn blijven zitten, toen men ons niet hoorde, maar we waren op de achtergrond bezig. Om te praten, om te kijken welke tussen wie we kunnen bewandelen. Maar ook dat is niet geslaagd. Ja. Dus we zijn op het punt gekomen van, hé, we moeten weer beginnen. En weer beginnen in de zin van dingen anders aanpakken. En daarom hadden we dan die ALV uitgeschreven. Maar met het bestuur samen waren er niet eens 50 mensen daar. Slapen ze? Wat is gebeurd? Nou, ik zou niet weten hoor. Maar misschien zijn de mensen bang. Maar ik blijf waarvoor? Zeggen. Waarvoor? Bang waarvoor. Misschien zijn ze zijn mond doodgemaakt. Surinamers zijn mond doodgemaakt. Toch? De oproep is gisteravond via een live gegaan. Maar het is ook op de Facebookpage van het syndicaat geplaatst. Het is ook geshared. De WhatsApp-groepen hebben ook de uitnodigingen gehad. Maar de oproep is gedaan naar alle Surinamers. Maar de leerkrachten en de docenten in het bijzonder. Want wij allemaal voelen het. Maar het gaat om ons als doelgroep. Die we echt naar voren willen brengen van, hé, luku uno. Die mensen zijn ook niet komen opdagen, hé. Kijk, wat het probleem is, de meeste mensen waren echt in die heat. Ja. Toch? En op den duur werden wij van het bestuur als het ware een beetje getriggerd van, hé, daai of wat dan ook. Toch? We hebben inzichten gehad, we hebben wat info kunnen winnen van hey, hoe we dingen moeten aanpakken. Toch? Niet gewoon ay, bribrap longot op straat. Nee. Je moet sterk kunnen staan als je iets begint. Toch? Als bond. Een bond staat en valt met leden. Wij kunnen niet voor jou opkomen. Voor jou, voor ons allen. Toch? Voor de gehele samenleving in feite. Maar ja. Als doelgroep de docenten of leerkrachten. Toch? Wij komen voor je op. Als wij nu die klap krijgen. Of die tegenwind. Die pressie. En we vallen naar achteren. Wie gaat ons opvangen? En daarom hebben we die leden nodig om ons op te vangen. Maar de opkomst.
Niet eens 50 man vandaag. Come on, hou op mensen. Waarmee zijn we bezig? Willen we daar in die tunnel blijven? Hmm. Als de mannen van de brandweer, de KPA en zo, die mannen maken overuren. Toch? En ze verdienen meer dan ons. Ze komen op straat, want ze voelen het. Dan wie zijn wij? Misschien, ik weet niet. Misschien voelen ze het niet. Leerkrachten zijn monddood gemaakt. Ze zijn bang als het ware om op te komen voor hun rechten, voor hun belangen. Ze zijn niet gaan opdagen. Het waren slechts enkele leerkrachten die daar aanwezig waren. Maar de rest is niet gaan opdagen. U kunt bellen, WhatsApp, bellen op het nummer 84-507 om uw mening te geven. Of u kunt dat doen in de comment box. Laat mij deze meningen alvast lezen. Leerkrachten aansluiten bij de veiligheidsbonden. Dat zegt Grims Dorsen Rashida. James Cardoso zegt Bos a gang Suriname eerst dan de rest. Imro Fenry niet meer pratend, bleef gewoon thuis. Leon Dan zegt ze hadden geen benzine. Oké, ze hadden geen benzine. Ja mensen, dus de leerkrachten zijn niet gaan opdagen. Misschien omdat het vakantie is. Ze denken van het is tijd om te ontspannen. Ik wil me niet bezig houden met het onderwijs. Het is ruimte voor hun om tot rust te komen. Just to do them, to be themselves, to be together with their family. Maybe denken ze daaraan. Maar wat zouden ze als het ware in dit geval moeten doen? Zal er een andere ALV gehouden worden? Of zullen ze het anders aanpakken? Of zeggen ze oké. Maybe zegt de bond van de leerkrachten. We gaan niets meer doen. We gaan geen leerkrachten meer oproepen om te komen opdagen. Of om te staken te protesteren. Dan zullen de leerkrachten het dan maar zelf bekijken. Want als je klaagt van je komt niet uit met je salaris. Anderen zeggen ze moeten zoveel formuliertjes invullen. Of een heleboel dingen schrijven. Ze doen als het ware het werk van een administratieve kracht. Als je dat zegt, dan moet je gaan opdagen als er een oproep gedaan is. Ze hebben dagen van tevoren dit bekendgemaakt, want ik zag het ook op Facebook op de pagina van mevrouw Hoogdorp. Hopelijk spreek ik de naam goed uit. Ze hebben dit weken van tevoren gedaan. Ik zag ze ook bij Lim FM. Ze hebben die oproep gedaan. Maar waar is het misgegaan? Want zoveel leerkrachten of duizenden, ik weet het niet, hebben de live bekeken. Ze hebben ook gereageerd in onder die live. Maar waar is het misgegaan? Waarom zijn ze niet gaan opdagen? Ik hoop dat ze het dan intern zullen aanpakken. En dat ze dan sterker terug zullen komen. Die eenheid moet er zijn. Dat wil ik aan de leerkrachten meegeven. Die eenheid moet er zijn, mensen. Niet alleen voor de leerkrachten. But if you want to, hoe zeg je dat? Als je een doel wil bereiken, moet er eenheid zijn. We moeten samen eenparig iets begeren. En dan zullen we succes boeken. Rut zegt blijkbaar wachten ze wanneer de school begint. Hopelijk niet. Ja, maar ik heb ook gehoord van je mag toch niet verzuimen. Als het ware word je dan aangeklaagd. Liever doe je het in de vakantie in plaats tijdens schooluren. In de vakantie heb je alle vrije tijd om dan je zaken te gaan doen. Ja. Je kunt WhatsApp bellen op het nummer 84-507. 84-507. Of je kunt uw mening plaatsen in de comment box. We gaan gelijk naar onze derde item. U kunt alsnog uw mening geven, mensen. Onze derde item. Surinamer opgesloten in gevangenis Nigeria. Persoonlijk vind ik onze derde item een beetje spannend. Reden waarom zult u later horen. We gaan nu kijken en luisteren naar onze derde item. Wel, aten sambe nasra na mi beroko, mi bedo mi chin taxi business drive lontu. Maar wa pisteng amma beko siki amma sire sab amma ko abiyari ba egwa de si fata ka beko siki. Wardor a taxi business drive no beko wa kaisa fasra na de. Tim silang ak motor api.
Nou, want trauma bij Barbie Takamanja, Karokangen, en je liever product, dat je zou je even wat chimoni. En niet de contact aan man, Frigo met hem aan Brazil, met een hotel dat bij Marco met me. Pé a Brasil? Baka today. Pé a Brasil? No, Brasil. Oh, Brasil? Ok. Yeah. I'm a commit me da pe baka today. Da matay mi tak da ou sen wans ma kol ki wan koffer dan a produk sa moun liver na Nigeria. Da underweg, me gona a airport a sen wan wagi kong chara a koffer gini. Mi e check in na São Paulo. De ask me me opa cover me open de shift for 3 na nga parcel designer la kabatra na nga parcel. Sirev no sap taki na so wan sanda ini. Dus in de eerste instantie in de sap tak na cocaïne di in de parfums. Nee. Dus je denkt dat je geleverd de parfums gewoon na pe amata kim geleverd na Nigeria. Ja, want wanneer we een aantal na 3, ik heb 3 mini-cola, zo 24 op mijn sabi. 40 de 1, 2, 3. Na 5 de 3 dat ik me. A putting one sani. A koffer. Zo, op een koffer, de man check, de man tak me kan go. Mipsa. Mina nga a koffer no miti. A koffer go apart, mina apart, mi waka. A di udoro Nigeria, di me go take a koffer da papal. Ala sani. Me scan baka, is de man hoor me. Wacht, dus a koffer, go apart, you go apart. Ja, dus mijn chara koffer go in a plane, a koffer check in. Me check in en me ka go in. A di me doro Nigeria, mis a koffer baka. Ma di be check in, pe be check in a Brazil, be check in to? São Paulo, Brazil airport. Ja, en no, de man no be fe cocaïne? Nee, on na parfum de man esik. De man ask me for open koffer me open na de man check de parfum de poteng na scanner kom baka. De man tak mi kango. Ya yeah, sell of the koffer up. Attending koffer. A koffer dat na a koffer sama gimi na apart. Mi koffer na mi krosi beda ini de sanga tu koffer mi bedi. Yeah. Awan sama send kon gimi na underwear na apart. Dem tek dati, dem ma aksi mi passport, mi so, dem ma tak, dem ma check a koffer, mi tak problem no de. Na check, we char go na kamera, go check, dem ma check, dem ma kod de, bige kod de batra opo. Adi dem ma kod de batra parfum, wang fi de koti, parfum da yin, de kota tra wang, da pe astat, dem ma bige si koka yin, a yin si, mi se refs kreki. Mooi, maar i leg dem ma uit tak ino sab next overatori? In mijn statement, in mijn zane verslag zou ik schrijven, want mijzelf schrijf mijn verslag. Mijn tegen de man dat ik hier ben, sabi. Mijn schuldig, want mijn schuldig en Assange na manipuleer, de man manipuleer me. De man draaien gimme, de man manipuleer me, mijn tjaar Assange zo. Maar nou, die widoro die de man hoor me, ama afkati kolukumi, afkati tegen me. Taki, make me taki misschuldig. Dat heb ik tak misschuldig, dat wil lusen mannen. En nou, dat ik me leg me uit, taki sana abba capacite, yo taki schuldig. Oké, maar suma bij de advocaat, PA voor advocaat dat mopo? Nou, voor Nigeria, ja, en noang suma de no poti, sakang vertaal gimi. Want in berika taku in swa na Nederlands, we taki na Nederlands, we usabi. En na Engels, my first time change so much, I'm going deep in my first time next, and next me no be first time na kurutu. Dus de advocaat taki im tegen, im taki schuldig dus? Ja, daar. De ma usetien snel tak mi kangwa mi kondre baka. Yes, mensen, jullie hebben gehoord. De lijn staat open. U kunt WhatsApp bellen op nummer 84x507, 84x507, om uw mening te geven of u kunt dat doen in de comment box. Als eerst wil ik zeggen, don't be too desperate to get money, mensen. Don't be too desperate to get money. Mijn sapfade gebruik al woord die even naar hashwa, inom haast die toemsi, inom lombaka money. Want de jotek
overhaastige besluiten en dan kan het niet goed aflopen voor jou. Maar ik heb zoveel vragen en ik denk, een ieder die ook luistert naar dit programma, een ieder die geluisterd heeft naar die live gisteren van Gerald Hardaway, ik denk dat jullie ook met vragen zaten. Dit moet je gewoon goed analyseren, not to judge anybody. Ik wil wel weten, wat is de taak van de ambassade? Ik heb vernomen, we hebben geen ambassade in Nigeria. Maar wat is de taak van de ambassade? Gaan dingen zo makkelijk dat de IPLE gewoon feitje wordt opgesloten, opgepakt in een ander land, ver van jouw eigen land? En dat je verwacht dat men, dat de regering van jouw land of wie dan ook, het voor jou oplost en dat je vrijkomt terug naar jouw land. Gaat dat zo makkelijk? Laat me even kijken naar de comments. Quincy Stekkel, herhaling. Welke herhaling bedoelt u? Bedoelt u herhaling van deze live, dit stukje? Of bedoel je herhaling over iets anders? Ricky Jubitane, deze man zijn verhaal lekt. Producten konden gewoon via post. Waarom moest jij het speciaal brengen? William Ritter van Risico van het Vak. Ja, eerste mensen, en dit is niet iets van Surinamers, is voor elke mens. Je hebt verstand. Want man ook kijkt aan gewoon zo. Zonder te vragen wat erin zit of open te maken. You gotta be a noisy person. In de was maar nieuwsgierig ook toe. Je moet wel letten op je veiligheid, maar je moet nieuwsgierig zijn. Min ook kijkt aan, dan kijk je niet wat erin staat. En ook toe, als de persoon je niet zegt wat erin staat, of ook al zegt de persoon je wat erin staat, vraag de persoon, breng het naar buiten, laten we samen kijken. Dus zogenaamd, je wil looken als alles goed zit enzovoort. Dan ga jij ook zelf weten wat je gaat showen. En ik heb ook nog een vraag. Kent hij de persoon met wie hij in eerste instantie in contact is gekomen? Wie is de persoon? Gewoon was maar tegen dat ik me af mijn optie geef voor make money. En ik weet niet binnen hoeveel tijd dat Ifrego naar buitenland, Brazilië, ken je Brazilië en dan van daaruit moest je dan naar Nigeria gaan. Ken je Nigeria? Maybe something funny, maar ik dacht dat het een Nigeriaan was. Ik hoor vast die verhaal weer en ik denk nou een Nigeriaanse man. Maar waarom stel je geen vraag? Hoe kan je mensen zo snel vertrouwen? Ik denk je money, dus je denkt niet twee keer na. Maar je handelt gelijk. Het zijn dingen, mensen, waarmee we voorzichtig moeten zijn. Don't play with your life. Don't run after money. Donnelly, vragen die ik ook hier heb, stel de persoon. Wie heeft die ticket betaald? Imro Fendry, hij kent de mensen, dus kan hij de namen geven. Klopt, inderdaad, hij praat over de gang. Sumana a gang. A gang of a orga, I don't know, orga. Sumana Orga, noem namen. Eerste instantie sprak hij over een advocaat die naar hem toe is gestapt. Die tegen dat een laat hij toegeven dat hij schuldig is. En weer praat hij over een andere advocaat. Ik snap dat verhaal niet. Het is, ik weet het niet. Die stukken passen niet bij elkaar. Je hebt grote stukken en kleine stukken. Dus een puzzel in een puzzeling. Hij zegt dat hij onschuldig is. Dus een heleboel dingen zegt hij in het interview. Hij zegt dat hij onschuldig is. Hij heeft 13 jaar celstraf gekregen. En hij zit in een kamer met 40 mannen. Hij is ziek geworden. Hij slaapt op de grond. En dat de advocaat hem gezegd heeft om... Je vergeet van Kara bedrag in Nigeriaanse dollar. Maar om en bij 120... tot 130 US dollar moet hij betalen, zodat de advocaat zijn proces kan starten, met zijn proces kan starten. Dat is cheap money. Is cheap money. Maar van waar ga je dat geld nu halen? En hij vertrouwt de advocaat zodanig dat Iwan dat is maar moest zijn money. Hoe ga jij zelf dat geld ontvangen? Want die deed een straf of zo van jouw kisa money. Wie kan je daar vertrouwen? Want je kent de mensen niet. Wie gaat dat geld voor je ophalen om die advocaat te betalen? Nou, ik heb zoveel vragen. Maar die ga ik niet stellen, want toch ga ik geen antwoord krijgen. We hebben de meneer niet aan de telefoon. En nog iets die in me opkomt. Dat hebben we ook in Suriname. We zien het ook op Facebook. De idee straf also, mag je een cellulair hebben? Vader bel of naar de school te gaan aan telefoon of naar de straf maar gaan aan telefoon van je mag bellen naar je land.
en communiceren met iemand van jouw land. Hoe is dat gebeurd? Van dat ik bel vanuit wat straf of zo. Laat me even kijken naar de comments. Regilio OC, Theo Taki wordt je van functie gehaald. Welke functie? Ricky Jubitana, is het loon van het vak? You bring one bing. Oh mijn god, mensen, ik kan gisteren naar Tongo zo goed lezen. You bring one bing. Dan zet maar je straf uit. Donu lezen, haal een paar vanuit je blues. Dat is impossible. Als het zo makkelijk was, had ik het gedaan. Of had ik het ook niet gedaan hoor, mensen. But don't be too desperate to get money. No loan so baka money. Je kent de persoon niet. Was ma konai. Ate give me apo opsi give you fin money. En ine denki to lis na. Je grab a asan dat sam asma taki. Zonder om te onderzoeken of na te gaan wie de persoon is en wat je precies gaat doen. Wie heeft de tickets betaald voor die heer? Wie heeft jouw tickets betaald? Yamano detective. Dus go to Srissa onderzoek. Maar wat ik wil meegeven, mensen. Dingen gaan niet zo makkelijk. Inoka plegen wat feit. En dan verwacht je. Wil je op de regering steunen. Verwachten dat ze je steeds gaan helpen. Dat ze je steeds tegemoet gaan komen. Om je, als het ware, voor uit dat situatie zijn hypothesis. Ik zeg niet dat ze niet moeten helpen. Ik zeg niet dat ze niet moeten bemoeien. Maar wij mensen moeten ook zelf gaan leren. We have to stand and face the consequences of our bad choices. We moeten daarop gaan letten. If je pleeg gewoon feit, wat strafbare feit. Moet je staan voor de consequenties. Dat is het. Laten we hopen dat alles goed gaat. Er was ook een dame, ik denk, is het al een jaar, maanden terug... Of jaren terug. Die is ook opgepakt geworden in Sri Lanka. We horen niets meer van de persoon. Die zet haar straf uit. Dan leer je ook iets eruit. En het is een boodschap voor de andere jongeren. Niet om te gaan stelen. Niet om drugs te gaan smokkelen. Maar leer om te werken. En als je rijdt een taxi of naar Bromfiets. Je rijdt voor make money. Doe dat. Maar ook denk je voor naar fast money. Fast money. Is fast dead. Je kan snel doodgaan. Alle dingen hebben hun consequenties, mensen. Probeer om te gaan werken. Al is het harder werken. Probeer om dat te doen. Maar nu denk je voor kona illegaal money. Want dat is niet goed. Alles heeft zijn consequenties. Laten we daarop letten. Ga niet kijken naar anderen. Ga niet kijken omdat je matties. Ze dragen dure kleding. Of de beer. Die risoe. Of wat. Nogolukusma. Mijn ouders leren me boetboetu nanga zei, abi werk met wat je hebt. De adefi promotie door gado srefi o promotie. If je at die kring gaat God zelf deuren voor je openen. Maar denk niet om zelf deuren te openen. Denk niet om zelf een weg te banen. Waar je helemaal geen weg moet banen. Laten we daarop gaan letten. We hebben het gehad voor vandaag met onze drie items van het programma Headlines.sr. Vandaag is de eerste dag van AVD. Ik wil meegeven aan een ieder. De zon is te fel. Ga uit huis met jouw fles water of flessen water. Neem koud water mee. Wel niet te koud. But because it can match with the heat of the sun. Let daarop dat het ook niet te koud is. Als u kinderen gaat meenemen op straat. Ik heb vernomen er zijn geen hotspotten. I'm not sure. Maar let daarop. Neem een stoel mee. Hou uw kind bij de hand. Nogo met barbari in haar verkeer. Be patient. Heb geduld. Nogo zoeken trobi. Even ons maar knap tapi biggie of chindoi. Zeg niets. Zeg is in orde. Ivan, want tegen ons aan zegt het is in orde. Doe lekker je vrede. Maar laten we op al die dingen gaan letten, mensen. Laten we elkaar verdragen. En daarmee wil ik eruit gaan. Dat was het voor onze aflevering voor vandaag. We zijn weer in de studio van DTV Express. Vandaag is 6. We zijn er weer op 8 september 2023. In de studio van DTV Express. Waar televisiekijken anders is, mensen. Niet vergeten om te abonneren op de YouTube-pagina van DTV Express, mensen. En wanneer u dat gedaan hebt, gaat er dan een soort van notification of woordjes komen. En u gaat dan all afvinken, alles. Dat betekent dat u alle
notificaties. U gaat meldingen krijgen van wanneer we of wat we allemaal op onze YouTube-pagina gaan posten. Als u iets niet hebt gezien op Facebook, op onze Facebook-page, kunt u dan rechtstreeks gaan op onze YouTube-pagina. Dat is DTV Express en dan kunt u alles daar volgen. Kan je in de op internet wat herpes ding en je wilt weten wat er allemaal gaande is in het land of wat er allemaal gebeurd is de afgelopen dagen, kunt u dat ook gaan volgen en zelf een analyse maken. Ja, dat was het voor de bekendmaking. Mijn naam is Khadija Hartley en ik ga eruit. Tot de volgende keer.